gekregen. En hij is al een tijdje bezig met produceren. En ik was eigenlijk begonnen met mijn eerste stappen in de muziekproducing wereld te zetten. En ik ben dan bij hem gaan aankloppen voor wat feedback. Ja, inderdaad. Hij kwam gewoon naar mij met zijn laptop en hij liet zijn muziek wel. En echt cool. Ik wil ook al langer zo'n soort muziek maken. En dan zijn we gewoon samen aan een nummer begonnen. Dat wij dat wel nooit hebben afgewerkt. Maar daarna zijn we zo'n beetje opnieuw begonnen. Ja, ik bedoel gewoon, ja. En we gewoon een week geknald in Frankrijk aan onze EP. Ja. En dan direct voor gegaan. Live beginnen spelen, want we hadden misschien 4 nummers, dus daar konden we misschien een kwartier mee opvullen. Want ik denk dat we wel allebei wel van in het begin al wouden na verloop van tijd live spelen. Ja, maar het is gewoon een kwestie van genoeg muziek hebben in de eerste plaats en dat was nog niet het geval. En nu wel. Ja, voilà. Dus daarmee dat we nu dachten, oké, dan gaan we een keer live beginnen. Eerst een instrumental gemaakt, doorgestuurd en dan zijn ze een dag afgekomen en hebben dat afgewerkt gewoon in één dag. Oh, zo wijs. Ja, dat klinkt wel. Ja, dat ging super goed. We hadden gewoon muziek gemaakt en gekomen, gitaar ingespeeld, erover gezongen. Dat heeft allemaal echt niet lang geduurd en een dag daarop hebben wij dan nog wel afgemixt. Ja, Pukkels, daar staan wij ook wel enorm achter. We hebben daar een filmpje van hem gezien, zelf gemaakt en zijn muziek, dus dat is wel heel straf. En Toolbox staat mee op, ik weet niet of ik dat al mag zeggen. Ja, dat staat al op de EP, helemaal. Ja, hij wel op 22 tracks. Ja, alleszins, hij staat mee op de remix EP, dus dat moest erbij ook zijn. En dan hebben we nog een remixer, maar die is niet bekend. Dat is een van onze helden. Dus. Ja. Dat is ook een super goede remix. Ja, dat vind ik het cool aan Lefto eigenlijk. Dat maakt die man niet veel uit. Of dat die bands pas bezig zijn of al wereldbekend zijn. Dat is gewoon, als hij goede muziek vindt, dan speelt hem dat. Want we hem. Ja, onze die D'Angelo remix dan doorgestuurd en heeft dat dan 2 dagen later al in zijn show gestoken. Dat is ook wel dankzij hem dat onze naam zo in België wel verspreid is. Ja, zeker. In het begin was dat een enorme boost. Want ja, allee, anders denk ik wel dat het een jaar langer had geduurd. Ja. Eer dat we wat... Ja, en dan bij hem is ook bij Giles Peterson terechtgekomen die dat dan ook in zijn show heeft gestoken. En Worldwide Festival hebben ze ook 2-3 nummers van ons gespeeld in het zuiden van Frankrijk. Dat was ook wel cool. Telefoon, heel show, veel gitaar ook en ook wat samples en een beetje van alles. Dus het is niet zo een door de weekse. En misschien komen er wel wat guestzangers of zangeressen. Ja, wie weet. Dus daar zijn we nog mee bezig. Dus ja, het is echt wel meer band als, hoe moet ik het zeggen, zo, ja. MIDI-controller, dat is show. Mijn vader zou zeggen op knoppen drukken, ja, dat kan ik ook. Zo, dat wil je weten.